Welkom bij Psychologie van het Leren. We hebben het vandaag over de zeven zonden van het geheugen. Ons geheugen is heel fijn, werkt heel goed, maar gaat ook wel eens de fout in. En in het boek worden zeven zonden beschreven. Namelijk vluchtigheid, verstrooidheid, blokkades, foutieve attributie, suggestibiliteit, bias en persistentie. En ik ga ze allemaal één voor één doornemen. Als eerste natuurlijk dan vluchtigheid. Onze herinneringen werken goed, maar ze zijn ook vluchtig. Ze verdwijnen langzaam maar zeker. En dat is natuurlijk om ons te beschermen dat we niet te veel nutteloze informatie onthouden. Nou is Ebbinghaus een van de wetenschappers geweest die dit wetenschappelijk heeft geprobeerd te vatten. Hij heeft de vergeetcurve naar voren gebracht. En daarin zie je dat dat wat je in eerste instantie meemaakt, daar onthoud je heel veel van. Maar eigenlijk is na 20 minuten, weet je al nog maar 58%, na een uur 44%. En dan zie je dat dat langzaam maar zeker afneemt. Maar dat je nog steeds wel een deel blijft onthouden. Het is niet dat het allemaal ineens helemaal weg is. Dat is vluchtigheid. Het is op een gegeven moment gewoon weg. Gaan we verder naar de volgende. Verstrooidheid. Jullie kennen het principe waarschijnlijk wel. Maar dit gaat om gaten in je aandacht. Op het moment dat je ergens heel druk mee bezig bent, dan sla je niet alles helemaal goed op. Denk even aan dat je ergens in een parkeergarage bent en je hebt je auto net weggezet en je hebt je sleutels in je tas gedaan. Maar terwijl je dat doet, was er net een vriend tegen je aan het praten. Je had dus niet helemaal je aandacht bij waar je je sleutels gelaten had. Als je eenmaal terugkomt en je moet je herinneren waar je je sleutels gelaten hebt, ja, dan kun je dat eigenlijk niet meer goed terugvinden, omdat je niet goed het hebt opgeslagen. We noemen dat verstrooidheid. Een ander voorbeeld, blokkades. Het gaat hierbij eigenlijk om dat tip of the tongue fenomeen. Je hebt het in je geheugen zitten, maar je komt er eigenlijk niet goed bij. En dat kan met allerlei zaken te maken hebben. Bijvoorbeeld met de leeftijd of angsten die je ervaart. En daarom kunnen we wel stukjes informatie halen, maar net niet datgene wat we nodig hebben. We worden geblokkeerd. Foutieve attributie is de volgende. Dat betekent dat we dingen wel opgeslagen hebben, maar ze eigenlijk niet op de juiste plek gezet hebben. We hebben dat verkeerd aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld zijn dat je een keer tijdens vakantie in Italië een stokbroodje gegeten hebt. En als je er dan later aan terugdenkt, dat je je denkt te herinneren dat je in Frankrijk op vakantie bent geweest. Dan heb je de vakantie en de stokbrood heb je opgeslagen, maar niet helemaal goed gekoppeld waar was dat dan bij. Dan heb je dat dus verkeerd gekoppeld. De volgende gaat over suggestibiliteit. En dat betekent eigenlijk dat we door bepaalde suggesties te wekken gaten in ons geheugen proberen in te vullen. Als bij politieverhoren kan dit nog wel eens een probleem zijn. Het maakt nogal uit of de vraag gesteld wordt aan een getuige: goh, wie heeft het tasje gestolen? Maar het zou ook de suggestie gewekt kunnen worden: goh, welke Marokkaanse jongen heeft het tasje gestolen? En puur die suggestie die gegeven wordt, zorgt er al voor dat mensen in hun herinnering al sneller invullen dat het dus waarschijnlijk een Marokkaanse jongen dan zou zijn. Nou, dat kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn. Soms worden die suggesties heel bewust ingezet. Denk ook even aan media en goochelshows. Maar soms gebeurt het ook meer onbewust. Volgende gaat om een bias. Dat wat we herinneren heeft ook heel erg te maken met onze persoonlijkheid, hoe wij in het leven staan. Nou, op het moment dat je heel erg denkt dat op vrijdag de 13e veel ongeluk gebeurt, dan zul je ook veel sneller de ongelukken herkennen op een vrijdag de 13e. Terwijl als dat helemaal geen rol speelt in jouw persoonlijk leven, dan zul je ook op vrijdag de 13e veel minder snel ongelukken zien. En als laatste persistentie. Dat betekent dat je iets niet kunt vergeten. Dan zit het zo erg ingebakken in het geheugen, dat het heel lastig is om los te laten. En dat heeft heel vaak natuurlijk te maken met emotionele gebeurtenissen. Ja, die zijn lastig om los te laten, om die dan niet meer te herinneren. Terwijl je dat soms wel eens zou willen. Dat is dus ook een nadeel, een zonde van het geheugen. Bij elkaar zijn dit de zeven zonden van het geheugen. En hier kun je dat in een overzicht nog zien. Maar lees het uiteraard ook terug in de oorspronkelijke PowerPoint. Ik wens jullie veel succes.